In een interne mail klaagt de stafchef van het Belgisch leger aan dat zijn instructeurs nog te vaak de mosterd halen bij Special Forces-achtige types zoals Fly van Kamp Waas. Speciaal voor die instructeur start de Defensie nu met een aangepast opleidingstraject. Sorry. Hallo allemaal, sorry dat ik even te laat ben. Als jij mij een overschot doet in mijn buik en niemand wat ligt en niets in de enige die er nog kan komen redden, zou jij dan graag horen, sorry dat ik een beetje laat ben? Zou jij gewoon even kunnen gaan zitten, meneer? Zitten? Zou jij kunnen gaan zitten als de darmen uit mijn buik hangen en je ziet op zaai en het gezicht van uw maat is veranderd in preparé? Amai, is dat echt gebeurd? Nee, ik wou gewoon zeggen dat in die omstandigheden belangrijk is om op tijd te komen. Zoals wij geleerd hebben van de Fly. De Fly. Dat is precies waarom dat ik hier ben. Om de adoratie van deze man hier een beetje onder controle te krijgen. Ik heb al redelijk wat ervaring met deradicalisering, maar de bewondering dat deze mannen hebben voor die Fly, dat heb ik hier nog niet vaak gezien. Laten we het nog een keer hebben over de technieken van de Fly. Voor u is adjudant Chef Fly, burger. Als je niet bij de Special Forces zit en je ondergeschikte maakt een administratieve fout, dan is het geen goed idee om die 400 keer te laten pompen. Roger that. Laat ze 500 keer pompen. Outflying the Fly. I like it. Dus ik heb dan maar een rollenspel geprobeerd. Jij hebt zin in deze allerlaatste Suzy-wafel uit deze automaat. Maar eens dat je er bent, zie je dat je ondergeschikte die allerlaatste Suzy-wafel heeft gepakt. Hoe gaan we dat hier constructief oplossen? Voor een naam is de goestige Suzy-wafel zuurstof! Ah. Ja, die toestand dat was daar gewoon zo erg dat ik toch een stap heb moeten ondernemen waar ik normaal nogal weigerachtig tegenover sta. En daarom heb ik iemand uitgenodigd die dat even gaat komen toelichten. Volgelingen, vrienden, jullie moeten goed beseffen dat de technieken die ik jullie leer enkel geschikt zijn voor de Special Forces. Yes, maar er is nog een heel belangrijke techniek die ik jullie toch nog wil meegeven. En dat is die van vriendschap en respect. Voilà, zo zie de mannen. Fly, dat is ook een gewone mens. Noemde je de Fly een gewone mens?